Welkom in het continent van Content Veen. Dit seizoen zullen wij met z'n allen op één groot eiland leven, waar elke speler zijn of haar eigen stuk land heeft gekregen. Ikzelf, ik leef aan de westkust en heb grootste plannen voor jullie. Maar ja, net als elke andere Minecraft survival, beginnen we met helemaal niks. Dames, heren, meneer KB, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Het is officieel zover. We staan hier in een grote, lege, nieuwe wereld. Er zijn veel avonturen die we gaan doen. Ik zie hier Flora en René in een prachtig, dat is het, Japans pakkie. Dat zijn je eerste woorden van seizoen 3. Je allereerste woorden, kies ze voorzichtig. Benieuwd. Oké. David, jij bent nieuw. Allereerste woorden. Nou, sla je mij over? Jij bent toch niet nieuw? Nee, maar je hebt ook Flora en René al. Ja, maar die zijn toch ook niet nieuw? David, jij bent nieuw. Oh. Eerste woorden. Leuk, oké. Yo! Daar komt hij hoor. Ik verwacht wel wat goeds van jou. Jij bent ook nieuw. Ja, ben je er klaar voor? Ja, allereerste woorden. Wereld. Dominantie. Werelddominantie. Wow. Jongens, iedereen heeft al een plan. We hebben allemaal een eigen land in het continent van Contivent. Continent? Wat zeg ik nou? Continent van Content Veen gekregen. We leven allemaal op een eiland, jongens. Dus zorg dat de vrienden zijn met elkaar. Rick, ik hou van je. We hebben geen ruzie deze keer. Ik zie nu al dat daar wel ruzie is. Hey jongens, veel plezier. Geniet ervan. Doe leuke dingen in seizoen 3. En bouw en geniet ervan. En... Wie gaat er als eerst dood? Heb je iemand nodig die jou vergezelt naar je locatie? Ja. Weet je waar het is? Ja, trouwens, wij leven heel andere kant. Jij leeft daar. Ik zou Rick en Noah volgen. Volgens mij woon je bij hun in de buurt. Ja, maar ik vind ze eng. Ja, ik moet nu al verdwaald. Ja, die woont met hun in de buurt. Gaan we met hun mee. Goed zo. Als het goed is, kunnen wij ook met z'n drie dezelfde kant op lopen, toch? Nee, want jij moet die kant op. Daar heen, moeten deze kant. Hoezo? Nee, ik moet toch gewoon daarheen? Ik woon echt best wel dicht bij jullie, volgens mij. Jij moet die kant op. Zij gaan naar het koude noorden, want daar is het noorden, dat is het zuiden. Dag, Dag, hey. Oh, ik zei net nog dat ik van je hou. En dan zeg je nu loser tegen me. Zullen we wel op zijn minst samen een beetje deze kant op lopen en later op jezelf splitsen? Ja, even die eerste boom even slaan. Oh, je moet inderdaad nu je eerste boom hakken. Dat is ook nog wel een dingetje. Je broekzak is gewoon helemaal leeg. De broekzak is... Ja, dat is echt erg. Hoe is hij nu al dood? F. Het is ook de eerste crafting game, man. Dank je. Ik wou het zelf pakken. Hij is gestolen. Oh, dit spullen hier. Nee, heb jij dat nou allemaal kunnen claimen? Ja. Hoe dan? Hey, geniet jij van je roze armor? Ik ga er vandoor. Gouden. Sorry. Hey, ik ga mijn nieuwe koninkrijk aanbouwen en weet ik wat allemaal. Ik heb meteen een axe. Lekker. Echt? Mag ik mis? Ja. Ja hoor. Auw, bijna helft van mijn hartjes zijn weg. Ik wil niet nu al dood. Wat gaan jullie doen dit seizoen? Jij gaat zoveel mogelijk mensen opblazen. Dat is een beetje mijn doel. Mensen opblazen en de wereld heersen. Ik ben bang dat ik daar een proefpersoon van ben, want ik ben heel dichtbij. Jij bent de buurman natuurlijk. Kanonnenvoer. Hey, ik moet hierheen, anders ga ik omlopen. Succes in het westen of in het zuiden. Lekker in de woestijnen zo. Nou jongens, we zijn officieel begonnen met seizoen 3 van Content Veen. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Jullie hebben denk ik echt geen idee hoeveel zin ik hierin heb. Ik heb hele leuke plannen voor de bouwwerken die ik wil gaan doen. Ik ga zo meteen even een klein uitlegje doen over wat seizoen 3 nou inhoudt. Maar dit gaat leuk worden. Dit gaat echt heel leuk worden. Als het goed is, woon ik hier over de berg. Is mijn stukje land dat ik wilde claimen, dat van mij is. Oh, powder. Ik hoop niet dat ik in powdered snow val. Oh, ik haat dit. Over sneeuw lopen door bergen is nooit leuk. Volgens mij is dit powdered snow. Ja, dit is powdered snow. Oké. En dan gewoon zo snel mogelijk deze sneeuwbergen over. Want ik wil niet in de sneeuw wonen. Dat gaan we absoluut niet doen. Als ik hierheen loop, jongens. Kijk, daar komen we. Als het goed is, komen we hier al gelijk aan de kust. Oh, ik ga even schapen slachten. Ik heb eten nodig. En dan kan ik gelijk een bed maken. Dat is het eerste wat ik ga doen. Het is zo raar om Minecraft weer vanaf nul te beginnen. Dat voelt zo onnatuurlijk. Oké, dit is perfect. Dan kan ik gelijk een bed maken zometeen. Hier hakken we even deze boom om. En hoppakee. Kijk, dan gaat de boom. Die gaat snel weg. Dan hebben we alle spulletjes. Dan maken we even onze dingetjes die we nodig hebben. Maken we gelijk een bed. Want dan als ik dood ga, span ik op zijn minst. Hier hoef ik niet helemaal opnieuw te lopen. Jongens, mijn locatie. We zijn aangekomen bij de kust. Als het goed is, de oostkust. Nee, de westkust. De westkust van het continent. We hebben veel paarden hier. Echt heel veel paarden. En waar ik ga wonen, daar komt ie. Het wordt avond, dus ik moet snel zijn. Is dit mooie, prachtige plekje hier. We hebben hier een soort groot haventje met water en zo. Ik ga nog niet één op één vertellen wat mijn planning is. Dat wil ik later deze aflevering doen. Maar dit locatietje wat je hier ziet, als die paarden even aan de kant gaan, is waar wij gaan wonen. Ik heb hier hele leuke plannen. Ik heb al helemaal... We hebben een grote map waar ik kan kijken. Kijk, zoals je kan zien, is dit het continent van Content Veen. Dit grote eiland hier. En ik woon dan hier.
hier, op dit mooie plekje bij dit water. Dit soort van slurfje in het water is helemaal van mij. Met het uitstekende ding. En het loopt nog helemaal hierheen wat van mij is. En ik heb echt hele leuke plannen. Laten we snel even mijn bed gewoon hier plaatsen voordat de monsters spannen en dat we allemaal doodgaan. En dat ik weer helemaal opnieuw moet gelopen, ook al is het niet heel ver. Nou, laten we beginnen met de standaard Minecraft dingen. Boompje hakken, nieuwe tools krijgen, even minen. En dan zien we daarna wel weer verder. Jongens, ik ben de uitgang kwijt. En ik heb geen pickaxe meer om mezelf uit te graven. Dit is echt niet goed. Oh, nog slechter nieuws. Nee, stop. Ga weg. Dit is niet goed. Oh, skeleton. Skeleton, laat me met rust. Nee. Oh, ik wil de uitgang vinden. Waar is hij? Half hartje. Oh, ik ga dood. Ja. En ik spawn niet bij mijn bed. Hoe kan dat nou weer? Man, mijn bed. Ik had helemaal een bed geplaatst. Hoe kan dit nou? Ah, dan moet ik alsnog dat pokkeit opnieuw lopen. Oh, mijn spullen. Ik had zoveel ijzer, jongens. Ik had zoveel ijzer gevonden. Ik maak het mezelf ook niet makkelijk. Er zit hier weer een klif tussen. Oh, als mijn spullen die spannen, hoor ik echt verdrietig. Oké, daar is mijn base. Dit is letterlijk mijn base op het moment gewoon. En dat betekent dat hier... Ja, daar is mijn ingang. Oké, snel. Ik wil niet mijn spullen verliezen. Dat zou heel zonde zijn. Huh? Hier zijn mijn spullen. Wat? Oh my days, hier is de uitgang. Ik ben letterlijk hier dood gegaan, jongens. Ik was hier... Kijk hoeveel stenen ik heb geplaatst. Hier ben ik dood gegaan. En dit hier is de uitgang. Ik stond al die tijd naast mijn uitgang. Ik ben zo dom. Oké, we hebben in ieder geval de spullen terug, jongens. Niks aan de hand. Helemaal niks gebeurd, joh. Niks om je zorgen over te maken. Laten we gewoon even rustig een furnace bouwen. Even niks aan de hand. Dan gaan we gewoon even alles smelten wat we hebben. Hier bouwen we nog een furnace erbij. Waarom zou je één doen als je twee kan doen? Oké, jongens. Terwijl al mijn spulletjes hier aan het smelten zijn, wil ik jullie even uitleggen wat mijn planning is. Mijn planning van Content Veen seizoen 3 is eigenlijk nog groter dan dat seizoen 2 was. Seizoen 2 had ik natuurlijk mijn mega kasteel. Maar in seizoen 3 wil ik hier dit hele gebied volgebouwd hebben in de stijl van het middeleeuwen, alweer. Alleen nu niet stedelijk. Maar meer ruig. Meer zoals de piraten. Ik wil hier in dit stukje water, wil ik echt een mega piratenschip bouwen. En dan wil ik dat het piratenschip mijn basis is. Dat daar mijn chestroom in zit. En weet ik voor wat allemaal. Ik daar gewoon echt op woon. En dan wil ik stiekem bij iedereen zijn of haar basis in deze Content Veen wereld. Wil ik ook een piratenschip bouwen. Zodat ik ze altijd stiekem in de gaten kan houden. Of stiekem kan aanvallen als ze dingen doen die ik niet leuk vind. En laten we dan ook gelijk armor maken. Zodat we niet zo snel doodgaan weer. Hier een chestplate. Ik maak nooit een helm. Voor mensen die mij langer kijken op YouTube, weten ze dat ik eigenlijk nooit een helm draag. Dat bedekt natuurlijk mijn mooie gezichtje. Zo, dan hebben we in ieder geval nu gewoon genoeg armor om ons goed beschermd te voelen. We zien er goed uit. Ik ben klaar voor mijn avontuur. En laten we het avontuur beginnen met even wat eten. En daarna wil ik al beginnen met mijn soort van startersbasis. Weet je, want ik kan niet natuurlijk gelijk beginnen met een groot schip. Ik heb daar onmogelijk genoeg materiaal voor. En heb ik nergens plek om te leven tot die tijd dat mijn schip af is. Dus even wat eten regelen. En daarna gaan we beginnen met mijn startersbasis. En we zijn weer terug bij de basis, jongens. We hebben genoeg eten kunnen regelen. Laten we het gelijk even omsmelten. Die hier en die hier. Kool is wel gelijk weer op, maar dat maakt niet uit. Wat is het lekker om je eerste hapje te nemen in een nieuw seizoen. In een nieuwe survival, jongens. Als je eten tekort hebt, is het zo lekker als je gewoon een beetje eten op voorraad hebt. Dat is echt het chillste wat er is. Goed, jongens. Ik kan de mines wel weer induiken om nieuwe kool te regelen en zo. Maar ik zie dat daar in de verte ook kool te zien. Dus ik ga dat even hakken en dan kunnen we daarna beginnen met bouwen. Oké, het waren er maar 3. Iets minder dan verwacht, maar ik ga wel wat meer halen. Nee, de powdered snow. Ga weg. Ik heb een hekel aan powdered snow. Kijk, hier is genoeg kool. Dit is perfect. En ijzer ook weer. Helemaal top. Oké, aangekomen. Terug op locatie. Ik ga even een leuke nieuwe locatie zoeken waar ik mijn startersbasis wil hebben. Want nogmaals, ik kan natuurlijk niet al beginnen met mijn grote boot of een groot schip of de haven. Terwijl ik helemaal nog geen plek heb om te wonen natuurlijk. Ik weet ook nog niet precies wat ik in gedachten heb als startersbasis. Dus ik zal een plekje zoeken. Maar voor jullie maakt het niet veel uit. Want jullie kunnen vast kijken naar deze mooie timelapse van mijn startersbasis. Oftewel de eerste van seizoen 3. Veel plezier.
jongens, na een prachtige timelapse. En wat ben ik blij met het resultaat. Ik zei dat we mijn startersbasis gingen bouwen. Maar ik wil heel even een stukje tussendoor praten. En dan wil ik zo meteen verder gaan met bouwen. Want ik wil wel de basis af hebben. Maar ik wil even uitleggen wat er moet gaan gebeuren. Oké, we hebben hier ineens het hele... Ja, hoe noem je dat? Hele berg die hier stond. Die hebben we platgewalst met houten, stenen, ijzeren pickaxen en shovels. Er is denk ik wel 2 stack ijzer doorheen gegaan aan alleen pickaxen en shovels. Dat is echt vreselijk. Maar wat we hebben gedaan is, we hebben hier een lager gemaakt en hebben daar gras op geplaatst. Dan hebben we hetzelfde hier gedaan, maar dan nog dieper naar beneden. En daar hebben we een strandje gemaakt. En nu is het de bedoeling dat we natuurlijk nog een huis hebben. Maar ik wilde even aan jullie uitleggen wat de bedoeling is. En ik wilde even weer een kort avontuurtje doen naar de Nether. Althans weer de eerste van dit seizoen. Want ik heb een bepaald blok nodig waarmee ik wil gaan bouwen, die ik uit de Nether moet halen. Ja, het is, ik ga mezelf dit seizoen echt uitdagen, jongens. Het is natuurlijk een klein, ja, klein basisje waar ik nu mee bezig ben, dat wat je hier ziet. Hier beneden komt natuurlijk een strand. Ik wil mooie palmbomen maken. Die komen ook hierboven en zo. Ik wil hier waarschijnlijk een grote grot maken. En dat wordt mijn schattenkamer, als het ware. Mijn grot, waar ik mijn diamond ores zo wil gaan doen. En mijn ijzer en mijn koper en mijn goud, weet ik veel, verzinnend. Dan wil ik hier zo een mooie trap naar beneden maken. Hier komt mijn huis. Waarschijnlijk wordt het een soort, het wordt heel veel hout. Er gaat bijna geen steen in verwerkt worden. En dan wil ik waarschijnlijk hier misschien beneden nog een shipwreck maken. Weet ik veel, verzinnend. Ik wil gewoon een klein startersbasisje maken. Het wordt niet al te groot, niet al te bijzonder. Want uiteindelijk komt hier natuurlijk het grote schip, jongens. En dat wordt de basis. Maar, zoals je kan zien, zijn er behoorlijk wat kisten bijgekomen. Want ik heb al wat spulletjes verzameld voor jullie. Ik dacht, ik kan wel alles laten zien dat ik het verzamel. Maar er is natuurlijk ook geen reet aan. Ik heb heel wat bomen verzameld en herplant hier. En dan denk je, het zijn er weinig, maar er staan zoveel saplings. Daarboven heb ik birchbomen geplant. Dan heb ik namelijk precies het aantal blokken dat ik nodig heb voor zometeen mijn basis. Althans, precies het aantal, precies de goede. Ik heb hier sproeshout, ik heb birchhout, ik heb mosblokken en ik heb junglehout. Het enige wat ik nog tekort kom nu is dat warped hout. En dat is blauw hout vanuit de Nether. Overigens heb ik ook een kleine mindsessie gedaan, omdat ik dus alleen maar ijzer nodig had. Dus ik heb een paar diamonds gevonden. Ik heb een shipwreck gevonden met een buried treasure map en een smithing template. Dus die zijn goed. En voor de rest gewoon niet heel veel bijzonders. Het is vooral de diamond en de smithing template samen met de buried treasure map. Spannend! En zoals je misschien aan mijn stem kan horen, het is ochtend nu. We leven in een nieuwe dag. Dit is natuurlijk niet allemaal in één dag. Ja, trouwens, het is al in één dag gedaan, maar het is inmiddels een nieuwe dag. Maar goed, ik heb dus 8 diamonds. Daarmee kunnen we een nether portal, maken. Dan kan ik een diamond pickaxe maken om een nether portal te maken. Oh ja, je hoort het misschien al aan het geluid. Ik word er ook helemaal gek van. We hebben hierachter, ja, kijk, een zombie en een... ik ga jou sowieso doodmaken. Jij bent heel irritant. We hebben een zombie villager, jongens. Hij kwam aanlopen en ik dacht, ik moet hem gelijk beschermen voor het doodgaan. Je hebt het waarschijnlijk in de timelapse gezien dat hij de hele tijd hier in het muurtje zat. Ik heb het nou eens wel verpest. Nu zit hier cobblestone. Dat is wel lelijk. Maar maakt niet uit. Dat lossen we later op. Eerst pakken we even wat water en dan gaan we even een mine zoeken. We gaan een mine zoeken. Even wat lava vinden. Want dan hebben we obsidian. En als ik de kaart moet geloven, we zijn hier dicht bij mijn basis. Kijk, daar ergens achter is mijn strand. Maar als ik de kaart moet geloven, is hier bij dit steen een lavapoeltje open. Kijk, kijk jongens, dit is top. Plaatsen we gelijk water. Even kijken. Zo. En dan gaan we gelijk even al het obsidian. Nou, al het obsidian. Zoveel mogelijk obsidian hakken. Oké, niet zoveel mogelijk. Gewoon genoeg tot we een portal hebben. Want dit duurt echt veel te lang, zie ik nu al. Alright, maar waar gaan wij dan mijn nether portal bouwen? Ik denk eventjes simpel en snel. Ik wil niet de hele tijd gek worden van het geluid. Dus ik ga me een beetje iets verder van mijn basis afzetten. Anders word je de hele tijd gek van dat Kijk, dan hebben we hier mooi de nether portal. Gewoon simpel, lekker klein, niet uitgebreid. Abarabim. Doen we even zo en dan hangt het er een beetje overheen. Hoppakee, ik vind het prima. Oké, laten we even een diamond X maken. Troepjes wegleggen en dan gaan we even dat hout zoeken wat ik heel graag wil. Kijken of we even dat mooie blauwe hout kunnen vinden. Even kijken. Oh, boomblocks, die zijn van mij. Jullie zijn absoluut gelijk van mij. Boomblocks, jongens, zijn gewoon gratis boommeal voor bomen en weet ik veel wat allemaal. Dat is echt top. Ik haat soul sand. Het is zo traag. Hey, ik heb iemand anders in de portal gevonden. Ah, kijk jongens, we hebben in ieder geval iemand anders de portal gevonden. Dat is niet wat ik bedoelde, maar we hebben in ieder geval een rode biome gevonden. Misschien dat we als hier doorheen lopen, zijn we in ieder geval uit deze trage vervelende biome en dan kunnen we de blauwe warped blocks vinden. Boom! Hoppakee! Hier, deze heb ik nodig. Dan kan ik die als het goed is laten groeien. En dan krijg ik de bomen die ik nodig heb. Ik heb letterlijk aan die paddenstoelen zou ik genoeg hebben. Alleen, ik weet niet of je dat in de nether moet laten groeien of dat die ook in de overworld kunnen groeien. Maar daar komen we later wachten. Oh, dat was een eksprongetje.
Oh, dat was heel dom. Oké, jongens, ik kan de biome onmogelijk vinden. Dat was onmogelijk. Het lukt me niet om hem te vinden. Dus wat ik even wil proberen is, kan ik deze gewoon hier plaatsen, zoals dit? Die erop plaatsen, of moet dat op dirt? Maar dat moet op dirt. En kan ik dat dan gewoon bewijzen van zoals dit? Nee, dat kan ik niet laten groeien. Weet iemand hoe dit werkt? Kan je dit laten groeien tot een boom? Of kan dit niet? En zo ja, waarmee? Oké, jongens, ik heb geen idee waar die blauwe biome is. Maar ik heb uit vertrouwde bronnen of betrouwbare bronnen gehoord dat dit de portal is van Robin en dat hij wel weet waar het is. Hallo. 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 Jij weet waar de biome is? Hoe kom je hier? Via de Nether. Waar is jouw portal dan? Ja, ergens daarboven. Echt? Ja, die kant op en dan ben je bij mijn portal. Heel dichtbij. Mag ik dat eerst zien? Nee, dat komt dan zo. Dan pas ik de biome zien. Oh, dat prima. Nou, kijk, links. Daar is hij. Zie je dat lekker dichtbij? Goed. Oké, ik ga het je laten zien. Ik heb wel heel veel boomblocks geregeld, dus ik heb echt oneindig boom, joh. Ja, maar dat hoeft niet. Nee, dat snap ik. Daar is het. Oh mijn god, dat is echt heel dichtbij. Ja. Wat? Ik dacht dat het vet ver moest reizen, maar het valt dus wel mee. Nee, joh, kijk, hier is het al. Ah, dit is precies wat ik nodig heb, joh. Dankjewel, hier heb je een gasteer als prijs. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, dat is serieus wel zo goed, toch? Ja, ik had er eentje die wilde me doodmaken, maar het was niet gelukt. Auw! Nou, jongens, Robin heeft me de weg geweest. Het blijkt dus heel dichtbij te zijn. Alleen, ik liep net de verkeerde kant op. Dat heb je helaas natuurlijk. Maar als je het hout zo ziet, denk je, oh, wat ziet het er lelijk uit. Maar ik heb dit hout nodig. Zeg maar, dit blauwe. Gewoon niet de lok. Dat ga ik absoluut niet gebruiken. Ik heb echt alleen het blauwe hout nodig hiervan. Dus laten we gewoon lekker zoveel mogelijk hakken. En dan kunnen we terug naar de basis. En dan kunnen we een nieuwe timelapse starten waarin ik mijn huisje ga bouwen. En hopelijk ook nog meer. Alleen, we moeten even kijken wat we nog meer kunnen bouwen. Oké, jongens, ik denk dat ik voor nu wel heel eventjes genoeg heb. Ik heb bijna 3 stack. Als het goed is, even kijken. Ja, ik heb bijna 3 stack van die blokken. Dus laten we even doorhakken tot we 3 stack hebben. Dan is dat natuurlijk wel zo netjes. Zo, kijk. Hoppakee, jongens. Netjes. Alleen ik kan niet een boom zo laten staan als dit. Ik moet hem wel helemaal hakken. Oké, laten we snel teruggaan. Nee, Robin. Hij heeft mijn portal gesloopt. Wat een... Nah. En ik heb ook geen obsidian. Dit vind ik echt flauw. Ik ga nu naar hem toe. Ik haat je echt. Met heel mijn hart gewoon. Waar is obsidian? Die is voor mij. Wow, wat ben je doen? En... Hey. Robin. Ik had 22 XP. 22. Waarom doodt hij me nou? Wat heb ik fout gedaan? Ik gaf hem een gas steer. Dat was toch een goede prijs. Nou, we wachten netjes op hem. Tot hij hier komt met mijn spullen. En zijn excuses aanbiedt. Jeetje, wat is daar gebeurd, hé? Ik haat je echt. 22 levels had ik. Het spijt mij. Ik had dit nooit willen doen. En je sloeg me ook gewoon dood. Was gewoon... Ik schrok. Je maakt critical hits. 3 keer gewoon. Oké. Okay. Ja, en een gas steer als prijs voor het doden. Oh, die ligt thuis bij jou. Ja, die heb ik weer thuis. Ja, nou, maar die mag je houden. Dat vind ik prima. Hoe is het hier? Ja, goed. Ik ga bouwen nu. Wat ga je bouwen? Een huis. Ik heb alle blokken die ik nodig heb. Ik heb hier nu mijn hout ook en zo. En ik heb boommeel, weet ik wat allemaal. Dus weet je, jij mag gewoon... Oh, dat blauwe hout was het laatste wat je nodig had. Ja, dat blauwe hout was letterlijk het laatste wat ik nodig had. En nu heb ik alles. Jij start hem en ik bouw hem, oké? Ja, maar dan moet ik er ook weer zo staan. Zo van, wow, kijk eens. Nee, zo werkt het niet. Zijn er nog woorden die ik sowieso moet zeggen? Nee, gewoon doen. Oké, want ik hoor het muziekje eigenlijk opkomen. En, we gaan het zien. Doei. Terug naar een prachtige timelapse. En wat heb ik een random huis gebouwd. Maar wat vind ik het leuk. Laten we even vanaf een afstandje kijken. En ja, ik ben inderdaad al mijn spullen kwijt. En ja, ik heb inderdaad geen eten. En ja, ik ben inderdaad dood gegaan. En mijn spullen daadwerkelijk kwijtgeraakt. Echt verdrietig verhaal, jongens. Ik weet het. Het begint ook nog eens te regenen. Slecht, hebben we het niet. Het is echt bizar. Maar dat is het piratenleven, hè, jongens. Daar moet je maar mee akkoord gaan. Kijk, als we even vanaf een afstandje kijken. Oh, wat ben ik blij met het resultaat. Kijk hoe leuk dit huis eruit ziet. Een blauw dak met donkere palen en een beetje een lichte
textuur in het midden. Ik weet niet, ik leg allemaal dingen uit. Maar ik vind het gewoon heel mooi. Ik ben heel blij met het resultaat. Mijn doel van dit bouwwerk was, weet je, Max, je gaat gewoon zo random mogelijk bouwen. Piratenhuizen die zijn krom en scheef en die zijn helemaal niet symmetrisch. En die vallen net niet echt van ellende uit elkaar. Compleet van hout, geen steen. Althans, bijna geen steen. En ik denk dat het aardig goed is gelukt. Het is zo een uniek huis. En in deze stijl wil ik dus een beetje mijn stad achter gaan bouwen. En natuurlijk de grote piratenboot waar we het over hebben gehad. Maar in deze stijl wil ik dus een beetje Condor Fane seizoen 3 gaan bouwen. En het is experimenteel. Dus ze zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd zullen de huizen mooier worden en beter worden. En beter dan dit. En ik vind, moet ik zeggen, ik vind dit ook al wel heel leuk. Maar dit is natuurlijk een kleine startersbasis. Het stelt eigenlijk helemaal niet heel veel voor. Ik wil natuurlijk nog veel meer hier beneden doen op het strand en zo. Wat ook niet heel veel voor stellen hoor. Maar vergeleken met de plannen die ik heb, is dit echt inimini. Nou, laten we even naar binnen gaan. Je hebt hier gewoon grote open deuren met een stenen vloer. Dat vond ik dan toch wel weer leuk. Maar wel helemaal onder de mos gewoon. Dan als we hier omhoog gaan, kom je in mijn chest room uit. Inimini. Maar eigenlijk ook gewoon meer heb ik niet nodig. Laten we even slapen trouwens. Maar goed, dat is alles wat ik eigenlijk heb. De rest heb ik helemaal nog niet een interieur gegeven of ingericht. Zo, dat wil ik volgende aflevering gaan doen. Ik wilde eigenlijk nog net wat meer doen dan dat ik nu gedaan heb, jongens. Maar ik ben al nu 1,5 tot 2 dagen bezig met deze video. Omdat ik gewoon niet de tools heb om snel te kunnen bouwen. Alles moet met ijzer en met steen. En het gaat allemaal zo ontzettend traag. Als je eenmaal goede tools hebt en goede spulletjes, dan kan je snel gaan bouwen. Maar dit, jongens, dit is natuurlijk klein. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar we hebben er gewoon 1,5 dag over gedaan. Omdat het zo traag gaat. Ik heb al mijn spulletjes hier. Die wil ik volgende aflevering gelijk even in een kist hier gaan doen. Of in een kist. Die wil ik mijn spulletjes naar binnen brengen. Dan wil ik die zombie villager een plek geven. Ik word helemaal gek van dat geluid. En ik wil in de volgende aflevering de progressie aan de basis natuurlijk verder maken. En ik wil ervoor zorgen dat hier beneden alles er mooi uitziet. En ik wil hier de natuur mooi maken. Weet ik voor wat allemaal. En ik wil waarschijnlijk volgende aflevering beginnen met een winkeltje. Want ja, er is weer een locatie voor winkels, jongens. We gaan weer heel veel winkels maken. En we moeten eten regelen volgende aflevering. Anders gaan we dood. En dan gaat het niet goed komen, jongens. Ik zie het nu al gebeuren. Ik heb nog maar 3,5 hartje. Ik heb geen eten. Het is echt een drama. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie hyped zijn voor Condor Fane seizoen 3. Het is eindelijk begonnen. We gaan er een leuke serie van maken. Aflevering 1 is voorbij. Maar heb je nou zin om een andere video te kijken, dan moet je gewoon lekker deze video kijken. Dit is een heel ander iets, een heel ander soort video. Kijk het gewoon even als je benieuwd bent. Anders kijk je niet. Je ziet het wel lekker uit. En nu spreek je later. Glaasje water telt 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Boom.